Wow. Vind je hem mooi? Wow. Goedemorgen jongens en meiden en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik word hier net wakker en ik sta gelijk op punt om de deur uit te gaan. Want ik moet mijn auto gaan wegbrengen jongens en meiden. Een hele goedemorgen. Ik hoop dat jullie allemaal weer super veel zin hebben in deze nieuwe vlog vandaag. Maar ik ga eindelijk vandaag mijn Ferrari wegbrengen naar de APK-keuring. Als we hier de garage inlopen, kijk eens, en hier gaan zitten, dan moet deze auto de deur uit. Dus we gaan lekker de poort open doen. Kijk eens, hop, werkt het nog allemaal? Ja, gelukkig wel. Hartstikke mooi. Zo, het is niet echt perfect weer om met de Ferrari te rijden vandaag, maar... Het is illegaal om met deze auto de straat op te gaan. Want hij is dus niet meer APK gekeurd. Het enige ritje wat ik met deze auto nog mag maken... is dus naar het bedrijf wat deze auto APK gaat keuren. Dus stel je voor, want het is 200 meter verder. Het bedrijf ligt echt daarachter op het industrieterrein. Gewoon precies daar. Stel je voor, als ik in die 200 meter word staande gehouden... dan ben ik niet illegaal bezig, want dan kan ik aantonen dat ik naar dat bedrijf toe moet. Nou, het bedrijf waar ik naartoe moet zit zo te zien echt op 200 meter afstand. Dus echt gewoon hier in het dorp. Daar kan ik hem dus straks afleveren. En dan kan ik daarna gelukkig gewoon weer wel met deze auto de openbare weg op. En overal naartoe waarmee ik naartoe wil. Dus dat is ook wel een fijn gevoel. Kan ik gewoon eindelijk weer in deze auto rijden. Kijken, we moeten gelijk hier naar links al. Het is echt heel dichtbij. Hij is afgeleverd. Hij staat mooi naast een andere rode auto, jongens. Het is echt 100 meter, 200 meter. Dus ik kan het gewoon lekker naar huis lopen. Ik had alleen gevraagd of ze mij kon ophalen. Maar ik dacht, ja, ik ga het gewoon even lopen. Het is echt een heel klein stukje. Nou, heb ik gelijk lekker even een ochtendwandeling om de dag mee te beginnen. Kijk, als mijn auto dus, als er iets van gerepareerd zou moeten worden, dan ben ik hem langer kwijt. Maar het is gewoon een APK-keuring. Dus ik neem aan dat er gewoon niks mee aan de hand is. Er is ook geen storing of voor de rest iets wat mis is aan de auto. Dus het zou allemaal gewoon goed moeten zijn. En als het goed is kan ik hem gewoon eind van de dag of morgen weer ophalen. Ai, ai, ai. Jongens, laatste stukje. Begint het precies in dit kaart te stortregenen. We zijn er weer. Zo. Van het kleine stukje ben ik helemaal nat geregend. Lekker. Ja. Had ik toch misschien wel beter opgehaald kunnen worden. Nou, we zijn hier van suiker, hè? We zijn hier weer. Oh, ja, licht aan, dankjewel. Zo, kijk eens hoe leeg het hier gelijk is. Oh, het galmt hier ook gelijk helemaal. Klaslokaal. En toen liep ik dus opera zingend mijn klaslokaal in. En toen keek iedereen me aan van... Wow, dat klonk echt goed. En toen zeiden ze dat ik me moest opgeven voor een opera zangles. Ja, dit is echt geen verzonnen verhaal. Dit is echt zo. Het was een VWO 3 of zo. Of VWO 4. Toen liep ik echt gewoon zingend de klas in. En toen keek echt iedereen me aan van... Blijkbaar klonk het goed. Nooit wat meegedaan. Maar beter ook zo. Maar ja, het is aardig leeg. Het kan even niet anders, hè. Zo, en zo zitten wij in de auto, jongens. Want Lynn en ik gaan op kraambezoek. Yes, jongens. Wij gaan langs hier in Brabant bij een van de beste vrienden van Lynn. En dat is Emiel. Die is een paar keer eerder in de vlog geweest, trouwens. Dat was met kerst, volgens mij. En nog een keer. Is hij nog een keer eerder in de vlog geweest? Weet ik niet, hoor. Ja, hij is wel al vaker langs geweest, maar ik weet niet of je het al had gevlogd eigenlijk. Dat weet ik ook niet. Nee, want ik heb niet elke keer gelijk de camera in ieders gezicht geduwd. Nee. Dat leek me een beetje confronterend gelijk. Hoi, ik ben Gio en ik vind... Ja, er zijn ook heel veel mensen die zeiden van... Ja, hebben jullie eens vrienden en vriendinnen nooit ontmoet? Ja, maar dat is gewoon... Ik heb dat niet gelijk... Echt al, ja, al een paar keer. Alleen ik heb dat niet gelijk in de vlog gegooid natuurlijk. Want dat zou heel raar zijn als je iemand ontmoet dat je die gelijk... Zo, dus hoe gaat het met jou? Hoi, ja, ik ben Gio. Okay. Dus vandaar. Maar nee, wij zijn dus, wij gaan langs bij hun. We hebben gisteren wat cadeautjes ook gekocht voor ze in de vlog natuurlijk. Of niet voor hun, maar voor het kind. Dus ja, wij zijn al hier aangekomen in het mooie Brabant. Kijk eens waar we rijden. Daar zijn we. Hallo Brabant.
Nou, wij zijn er. Kwalificering. Ik ga mooi de auto parkeren en dan gaan we naar binnen. Zo. Let's go. Wij zijn binnen hier op Kramerzoek. Nou, kijk eens. Hallo. Hij was. Wow. Vind je hem mooi? Wow. Oh, ja, de zonnebril die we dus gisteren uitgezocht hebben past helemaal. Hij is van 0 tot 9 maanden. Hou je hem op? Kijk dan. Oh, wauw. Ah. Zo cool. Kijk dan. Oh. Supermooi. Mooi, man. Kijk eens. Hij zit tegen mijn arm aan. Oh. Ja, de zon schijnt niet nu, hè? Nee. Hey, maar het is echt goed. Het is, het kan tegen... Top. Ik kan niet op de boot in ieder geval. Ja. Niet tegen last van de zon. Ja. Kijk eens, schattig. Ja. Nou, Gio valt in de smaak, hoor. Kijk hem lachen dan. Ja, van die hele warme vingertjes ook zo. Ja, echt schattig. Maar ik vond zijn zonnebril wel mooi staan bij. De zonnebril stond goed. Oh, hij valt gewoon in slaap op. Ah. Je hoort hem soms zo adem, zo... Een beetje knorren. We gaan even lunchen, jongens. Even wat eten. We kijken hoe mooi je achterin zit. Hoe schattig. Hallo. Hij vindt het echt allemaal prima. Zo schattig dit. Besef hoeveel verschillende stoelen we ook gisteren gezien hebben, hè? Wij, ja. in die winkel, inderdaad. We waren gisteren, Emiel en Anne, bij Baby Park. Ja. En nou, zoveel stoelen. En maxi-cozies. Dat is moeilijk, hè? Niet normaal. Zo, wij zitten hier lekker bij een restaurantje. Kijk, de kleine is er ook bij. Ja. Heb je nou niet even eten voor hem besteld? Ja, dit is voor hem. Ik maak stukjes. Oh. Ik kan nog niet zo goed kouwen. Wat van ik kan een baby eigenlijk überhaupt carpaccio eten? Dat wordt echt pas van een... Een baby? Nee. Een baby mag geen carpaccio. Ja, nee, maar Jason wel. Nou, het is allemaal eensgezind. Eet smakelijk. Dankjewel, smakelijk. Mommy Lynn. Mommy life. Is het zwaar of niet? Het is wel zwaar, ja. Maar is dat de baby of de maxi-cozy? Maxi-cozy. Ik denk de baby is niet zo zwaar. Oh, kijk hoe licht. Helemaal met zijn mondje open. Het lijkt net een popje zo, of het lijkt net een popje. Wij gaan er straks weer vandoor. Maar ik krijg nog eventjes de fles. Nog 50 milliliter, Anne. Ja. Zit hij te kijken? Ja, hij zit te kijken. Kijk, en de oogjes open. Oh. Lief. Nou, we gaan weer even doen zeggen tegen de baby. Doei doei. Doei Jason. Ja. Ja, je moet je zonnebril op, jongen. Ja, ga zonnetje. Ja, binnen. Doei. Doei doei. Nou, wat leuk om de baby te ontmoeten. Schattig. Echt heel cute. Hij kan over... Als hij 10 jaar is, kan hij er terugkijken. Hoe hij zijn zonnebrilletje op had. Hoe die eruit zag toen. Eerste ontmoeting. Nou, leuk jongens. Was gezellig. Eventjes wat gegeten. Dus carpaccio of heerlijke. Wat het anders. En het is nu tijd om weer lekker naar huis te gaan. Yes. Het zijn ook best wel leuke huizen hier trouwens in de buurt allemaal. Kijk, allemaal van dit soort huizen. Ineens een witte. Ik zou voor de witte gaan ook. Ja, ik ook. Sowieso. Daar zou ik op vallen. Ja. Deze niet. Deze ook niet. Maar op de witte. Ja, de witte weer wel. Mooi. Op de route terug, jongens en meiden, of dames en heren, wat moet ik zeggen? Sommige mensen zeggen dat ik geen jongens en meiden meer moet zeggen, omdat ik heel veel oudere kijkers heb. Dat is ook wel zo, maar ik ben zo gewend om jongens en meiden te zeggen. Mensen. Mensen, hallo mensen. Hallo mensen. En dieren misschien wat ook. Wat zou ik dan kunnen zeggen? Want ik begrijp wel de gedachte inderdaad. Er zijn heel veel ouderen die eigenlijk mijn vlogs kijken. Maar ik weet het niet. Ik houd het gewoon even. Kijk, ik zeg het uit automatisme, jongens en meiden. Iemand had aan mij wat doorgestuurd. Die had een bericht gestuurd van: Jo, kijk, dit huis is net te koop gekomen op Funda. Dit ligt echt precies een beetje tussen jouw familie in en mijn familie in. Dus ik dacht, nou, ik ben wel eens benieuwd. Want wij zaten dus een beetje op de route natuurlijk. Dus ik dacht, nou, we moeten een klein stukje omrijden. En dan komen we dus aan bij dat huis. Het staat dus gewoon allemaal op Funda, alle foto's. En ik zag het op Funda en ik dacht, wow, dat is wel echt heel dik. Echt heel dik. Nogmaals, we willen niet verhuizen of zo, maar het leek me gewoon wel leuk om eventjes langs te rijden. Omdat het dus echt precies... Oh ja, het ligt hier al. Het ligt hier aan de rechterkant. Nou, draai de camera maar om. Nee. Jawel. Het ligt hier achter deze heg. Ja. Het staat 2 maanden te koop volgens mij nu. Ja, je ziet het niet. Ja, ik kan het niet zien. Ze hebben een dikke poort. Dat hele grote poort. Kijk, zie je het een beetje er doorheen? Ja, je kan het wel een beetje zien. Wow, het is ziek!
Oké, ja jongens, ik ga anders wel gewoon een foto en beeld editen. Maar wij wilden eens even kijken hoe... What the fuck, het heeft ook een zwembad in de tuin. Ja, natuurlijk allemaal. Het ziet er wel echt heel ziek uit. Oké, dit huis ligt dus dan inderdaad in de buurt van... nou ja, een beetje op het midden. Van jouw familie en mijn familie. Wat dan grappig is. We zijn dus ook in een Brabants dorp nu, jongens. Kijk, het zit ook echt wel op een mooie plek hoor, zo midden in de polder een beetje. Ja, lekker rustig. Zo, dat kan je wel zeggen. Ik ga even kijken of we nog een iets betere view ervan kunnen krijgen. Maar dit huis staat dus net te koop blijkbaar. En het is gebouwd in 2022. Oftewel, het is pas 2 jaar oud. Dus dat is nog helemaal niet heel oud. Maar ook qua stijl en alles is het echt precies inderdaad ja, wat wij wel mooi vinden. Het is echt heel erg dik. Nou, ik vind het sowieso altijd wel leuk om een beetje huizen te kijken. We zijn in Sint-Willebrocht. 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 Dat is dus een dorpje in... zo, check dit even hier. Een dorpje in Brabant. Kijk ook wat hier gebouwd wordt. Zo, dit is dik. Check eens even. Dit zijn niet normaal. Wat? Zo. Oké, nou dat is niet het huis wat te koop staat. Ik zal er straks wel even wat foto's laten zien van het huis wat dus te koop staat. Zo, er staan hier echt kasten. Kijk eens, ook met die rieten kappen. Gaaf hoor. Maar je kan het huis gewoon eigenlijk niet echt goed zien vanaf deze kant. Het ligt dus echt wel heel goed afgelegen, zie je. Of tenminste afgelegen. Privé. Nou, we wilden er dus even langs rijden, want dit is een beetje dus de buurt waar het in is. Maar als ik je nu de foto's laat zien, kijk, je hebt ook uitzicht hierop volgens mij. Gewoon echt de polder. Als ik je de foto's nu laat zien, denk je echt van wauw, dit is wel echt een heel dik huis inderdaad. Ja, wel grappig dat jullie dat doorgestuurd hadden. Oh, kijk, je ziet het ook een beetje vanaf hier liggen. Aan de andere kant daar. Zie je? Daar in de verte. Dat huis daar. Als ik er een beetje op inzoom. Daar ligt het. Zo. Maar het is echt een gloednieuw huis. Waarom het te koop staat weet ik dus ook niet. Want het is pas 2 jaar oud. Niet eens 2 jaar. Ik denk 1,5 jaar. Maar het is echt een prachtig plaatje. We gaan even een kijkje nemen. Want het, ja, het ligt dus echt hierachter. Dus je ziet... Oh. Het ligt echt heel mooi daar. Ja, ik krijg het ook voor de rest niet echt beter op beeld. Gaan we ook maar niet doen natuurlijk. Ondanks dat wel alles staat gewoon op Funda. Ja, mooi. Zo, die wijk hier is ook. Ja, er staan hier hele mooie huizen. Echt niet normaal, hè? Wauw. Nou, nogmaals, we willen niet verhuizen of iets natuurlijk. Dat heb ik al vaak aan jullie aangegeven. Maar ik vind het wel heel gaaf om dit huis te zien. Het is echt zo'n... Ik vind het echt zo'n niet-Nederlands huis dit. Klopt. Echt zo'n huis wat je in LA ziet staan. Yeah. Qua die ramen en alles. En is heel gaaf. Het zou, en wat die persoon ook zei, het zou wel echt een perfect huis zijn om zeg maar echt in het midden van onze families te wonen. Ja, dat zeker. Dat wel. Ik moet zeggen, ik ben wel echt onder de indruk van het huis. Het is wel echt een bizarre kast. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind de plek mooi. Gewoon lekker rustig ook. Niet in een drukke woonwijk. En handig, want je zit gelijk aan de snelweg. Ja. Ja, oké, want je gaat gelijk in de snelweg ook op. Wij zijn weer lekker thuis, jongens. En het leuke is dus, aankomende woensdag, blijkbaar, gaat dus al hier aan deze kant, kijk, aan deze kant gaat de poort eruit. Omdat ze dus de voorbereidingen weer moeten treffen. Dus deze poort staat namelijk in de weg voor alle voorbereidingen die met het zwembad te maken hebben. Dus deze gaat eruit, aankomende woensdag al. Dat is heel snel. Dat is dus nog eventjes. En dan gaan hier dus echt alle eerste dingen in de tuin al beginnen. We hebben de heg gehad. Ook al moet ik zeggen, ik ben er nu wel al iets meer aan gewend. Kijk eens. Het ziet er gewoon op zich wel lekker fris uit. Ik vind het best prima zo. Gisteren was ik echt wel een beetje dat ik dacht van dit meen je niet. Maar nu ik het zo steeds beter zie, denk ik toch van het is helemaal niet zo erg als dat ik dacht. Maar dat wordt een dingetje. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Deze poort weghalen. En wat er dan dus de dagen daarna allemaal gaat gebeuren en hier de tuin in moet. Want volgens mij komen ze dan wel met allemaal graafmachinetjes en dingetjes die klaargezet gaan worden. Het is ondertussen alweer donker, jongens en meiden. En we hebben eventjes wat eten besteld. Want je hebt hier dus Johnny's Burger zitten. Ook een dorp verderop. En die hebben dus de Boef Burger uitgebracht. En ik heb hem al een paar keer voorbij zien komen op social media. Dus ik ben eigenlijk zelf wel benieuwd naar of die een beetje lekker smaakt of niet. Dus als het goed is, komen ze hem straks brengen hier. Het is trouwens geen betaald samenwerking of iets. Ik ben gewoon oprecht benieuwd of die lekker is of niet. Maar die komen dus
Als het goed is, over een kwartiertje hier voor de deur. Wel leuk jongens, vanmiddag. Lin, kom er eens bij. Die werd ook de hele tijd Tante Lin genoemd. Tante Lin! Tante Lin! Tante Lin! Tante Lin! Ja, schattig. Maar echt leuk wat we ook vanmiddag al zeiden, is dat dus over 10 jaar dat hij dat voor het eerst kan terugkijken. Ja, dat is echt heel leuk. Als dat allemaal nog online staat natuurlijk, want dat was de eerste ontmoeting. Maar ja, je bent Tante Lin. Hè? Ja. Tante Lin? Tante Lin. Hé hey, vriend. Ga jouw ballen eraf? Ga jouw ballen... Oh, 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 donnetje. Zo, hij valt helemaal weg in het kleed, joh. Kijk gewoon, qua die kleuren. Het is helemaal dezelfde kleur. Oh, ja, we hebben nog geen afspraak ingepland voor hem. Maar waarschijnlijk wordt het ergens... Binnen nu een paar weken dat echt zijn balletjes eraf moet. Oh, echt zielig. Maar ja, alle mannen in dit huis hun ballen zijn eraf. Zijn ballen zijn eraf, zijn ballen zijn eraf. Jouw ballen zijn eraf, de energie met ballen. Ja, die kan je zelf wel invullen. Nou ja, en nu donder dan nog, hè? Hey. Nou. Hey, kijk eens aan. Een zwarte tas komt er zoals bij. Echt in zo'n tas. Een zwarte boeftas, jongens. Oké, ik ben echt heel benieuwd. Nou, deze hoort er ook bij natuurlijk. Oh, het is drinken volgens mij. Maar dit is dus de zak die je krijgt als je het bestelt. Oké. Het is een limited edition. Ik vraag me dan heel erg af, hè. Zeg maar het zakelijke aspect hierachter. Als wij één zo'n burger bestellen, wat zou Boef daarop verdienen? Zeg maar, wat krijgt hij hiervoor? Geen idee. Of zou het gewoon één deal geweest zijn? Dat ja, de weet je. Geen idee. Voor, want hij krijgt natuurlijk sowieso dik voor betaald. Ja, shout-out naar Boef. Slim van hem. Gewoon Boef, zo ziet hij eruit. Oké, en dit is dus de burger. Oh, het is ook gewoon echt helemaal... Ja, gepakt. Helemaal ingepakt. Echt, hier staat zelfs zijn logo op. Ja. Nou, voor de echt oudere mensen die Boef niet kennen... Ja, zijn er mensen die deze vlog kijken en Boef niet kennen? Dat vraag ik me wel af. Oké, en dan hoe de burger eruit ziet, is een zwarte burger. Oké. Zal ik het eerste hapje doen? Ja. Lynn en ik hebben er dus allebei eentje besteld. Oké, dan komt het eerste hapje dan. Er zitten Doritos op. Wat? Ja, kijk. Oh, wow, ja. Het is wel lekker. Ja, wat voor cijfer? Oh, je proeft wel echt die Doritos smaken. Wat voor cijfer geef je hem? Ja, ik zeg eerlijk, hij is wel echt lekker. Ja? Ik denk een 8 wel. Wow, dat is wel hoog. Lekkerder dan de cheeseburger? Ja, op zich. Maar het is wel grappig. Ze hebben dit dus echt helemaal rondom Boef gebrand. Nou, wel echt een slimme zet. Maar ik vraag dus echt af van, wat zit hier dan achter? Wat is de deal die ze gemaakt hebben? Ik denk dat we daar nooit te weten gaan komen. Nee, dat gaan we nooit weten. Dat vind ik altijd interessant dan. Ja, zeg maar heel eerlijk. Ik weet natuurlijk een beetje hoe het wereldje werkt. Ik vraag me heel erg af wat... Ja, wat daarachter zit. Nou, we hebben hier ook eentje voor Lin. Zij mag ook proeven. Er zitten jalapeno's op, maar die heb ik wel eraf gehaald. Ja, want ik dacht, anders ga ik aan de scheid. Dus jij hebt ook zonder jalapeno's. Het is een soort gewoon normale burger. Er zit cheddar cheese op, Doritos en nog iets anders. Ik ben heel benieuwd wat jij ook ervan vindt. Wat voor smaak Doritos? Ik heb geen idee, dat weet ik niet. Ik heb dus die normale niet zo lekker. Die zwarte gewoon, is dat toch? Nee. Ja, goeie hè? Ja. Hij is best wel lekker. Wow, ik vind hem wel heel lekker. Ja. Hij pittig ook. Ja, zo een beetje tegenlicht, jongens. Pittig, hè? Ja, dat wel. Oké, wij zitten nog een beetje te speculeren over wat hij dan zou krijgen. Ik denk dat hij hier echt gewoon inderdaad een vast bedrag voor krijgt. Ik denk het ook. Maar ik denk dat het niet minder is dan 100.000 euro. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat dit echt een zieke deal is. Ik denk het ook. Want ze weten gewoon dat ze hier ziek veel omzet mee gaan maken, natuurlijk. Ja, iedereen wil proberen. Ja, hij stond er bij de populairste burgers. Echt? Ja. Dus ik denk dat dit echt een hele slimme zet geweest is van hem. Dat hij hier echt een goede ton minimaal mee geklapt heeft. Denk ik hoor. Nogmaals, we gaan er niet achter komen. Maar hij is wel echt lekker, dus ik kan hem wel aanraden. Het ziet er een beetje leeg uit dit. Ja, jongens, gelukkig is er dus niks met mijn Ferrari aan de hand. Ik kon hem eigenlijk vanmiddag om 2:00 al ophalen. Alleen omdat we dus niet thuis waren en weg waren, heb ik daar geen tijd voor gehad. Maar alles was goed, alles was gecheckt en hij is weer APK gekeurd. Dus dat betekent dat ik er gelukkig weer in kan rijden. Dus dat is wel heel erg leuk. Lin is nog even lekker aan het douchen. En ik ben vast eens lekker in bed gaan liggen. Maar super mooi, want morgen wordt het dus ook 25 graden. Dus misschien dat ik morgen al lekker me eruit kan trekken. Zou natuurlijk helemaal top zijn. Want ik heb er echt heel lang niet in gereden. Hij is denk ik volgens mij zo'n 4 maanden niet APK gekeurd geweest. En ja, dat is best wel een tijdje natuurlijk. Aan de ene kant niet erg, want het weer was er ook niet naar. Maar nu de warme dagen er weer een beetje aan gaan komen... Morgen 25 graden, dat is helemaal gek. Dan
is het natuurlijk alweer leuk om hem een keertje te pakken. Zo, dat is lang geleden. Dat ik vergat om mijn vlog af te sluiten, jongens, mij. Of tenminste vergeten. Ik was lekker in slaap gevallen. Ik was in bed gaan liggen, film aangezet en uiteindelijk lekker in slaap gevallen. Dus dit was de vlog voor vandaag. Beetje aan de korte kant, maar ja, die heb je natuurlijk soms ertussen zitten, jongens, mij. Dus morgen gaan we weer voor een wat langere vlog. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog vandaag. Morgen om 17:30 komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online op mijn kanaal. We gaan heel snel naar het zwembad toe. Ik heb er super veel zin in. Ik kan niet wachten. Het gaat dus ook aankomende woensdag allemaal al een klein beetje beginnen met de poort die eruit gaat. En misschien dus meerdere dingen. Maar dat gaan jullie allemaal zien wat er nog meer gaat gebeuren. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Tot morgen om 17:30 weer een nieuwe. En dan zeg ik nu, later.